Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe Shotgun Week video. Het is de laatste alweer, daarna komt er een soort van compilatie. Kijken of ik mijn skills kan verbeteren en iets leuks ervan kan maken. Ik speel weer met MW3 met de Shotgun Utah. Hier, de eerste kill. En wat we spelen is Team Defender. En Team Defender... Oh, dat mag niet. Team Defender is een van de game modes die ik vroeger heel veel gespeeld heb. Toen MW3 zo'n beetje net uit was, heb ik deze echt best wel plat gespeeld. En op een gegeven moment ben ik overgegaan op Kill Confirmed. Ik vond dat een leuke game mode en een leuke verandering erin. Ik weet dat hij over het algemeen niet super veel... super veel gewaardeerd wordt. Maar dat maakt niet uit. Ik denk, ik ga nu eventjes dit doen. Ondertussen heb ik ook een andere mededeling. En dat is dat ik volgende week geen weekserie start. Een van de redenen is ook gewoon dat ik te veel video's zeg maar dan op mijn kanaal heb. Waarvan ik denk... het is net iets te veel. Dus het is gewoon een aanpassing. Gaat er komen. Meerdere informatie ga ik daar sowieso nog later over geven. Even kijken. In een andere video. Dus dat komt sowieso wel goed. Maar niet volgende week nog een hele week weer. Ik dacht zelf aan de 100 plus. Maar dat gaat dus een andere vorm krijgen. Heerlijk. Die is dood. Staan een beetje bovenop elkaar. Ga mij niet blokken. Even kijken, ik ga even hier herladen. Even kijken waar ze terechtkomen, daar zit er één. En hier zat er ook één. Oh. En ondertussen in die hoek ook, natuurlijk. Want wij doen aan campers. Dat is geen probleem. En blijkbaar heb ik de vlag, dus dat is ook leuk. Dan weten ze altijd waar ik ben. Dan heb ik niet voor niks een silencer op mijn wapen. Maar ik blijf gewoon lekker rondrennen een beetje. En alleen maar assist of alleen maar hitmarkers. En die is ook dood. Nice. Keer 2 bonus, helaas verliezen we de vlag. Andere reden ook waarom ik gewoon zeg maar het niet meer ga doen is dat ik... ik moet elke dag zo'n aflevering maken. Nou, ik vind de aflevering super leuk om te maken. Maar ik heb gewoon zoveel video's geüpload dat ik dan, zoals een serie zoals deze, 7 dagen in de week, is gewoon eigenlijk net iets te veel. Het is te veel van het goede, ook al is het wel heel leuk. Misschien dat ik het ooit nog wel eens een keertje gewoon weer eens een weekje, deze week gaan we weer eens dit doen en deze week gaan we weer eens dat doen. Maar ja, zo leer ik weer wat bij, weet je wel, en zo. Oh. Zo leer ik weer gewoon hoe ik met mijn kanaal om moet gaan. Zo simpel is het, weet je. Het is soms nog een beetje zoeken en wikken en wegen. Ik heb wel weer een hele schema gemaakt voor volgende week. Dat is al helemaal af. En dan ga ik dus ook verder in een latere video nog eventjes... Tering gaat dood. Ga ik in een latere video er nog wat over hebben. Dat krijg je nog van me te goed. Want ik wil het nu niet allemaal live doen. Want dan krijg je dingen die ik ga vergeten. Oh, hier loopt er een. Nee, hij is weg. Kom eens hier achter. Oh, ik zag hem niet. Ik zat op de radar te letten. Iedereen speelt ook in één keer met de shotgun, hè? Je hoort overal shotguns gaan. Hij speelt de shotgun. Nou ja. Nu gaan ze hier in het hoekje. En dit hoekje was inderdaad altijd bij arcade best wel gewild. Omdat je die heel makkelijk kan afsluiten. En niet voor mij, C4. Dan heb je een shotgun of een Semtex waar ik heel even van ga healen. En dan pakken zij die vlag. Ach, tuurlijk in mijn rug, Nou ja, 10 om 11 gaat niet heel erg super. Ik heb wel beste connectie, dus dan zou je denken, je hebt een beetje hoofdvoordeel. Hey, dubbele kill, ik wist niet eens dat er 2 waren, maar maakt niet uit. En natuurlijk van 2 kanten. Oh, het zit me ook niet mee. Het is vanavond echt baggerzooi. Echt baggerzooi gewoon. Ik heb van de hele avond gespeeld en niks lukte. Ik had 1000 kogels nodig, zij maar 1. Ik had gewoon
lekker zij weer niet, weet je wel. Allemaal van dat soort bullshit. Last stand bullshit. Nou ja, alles erop en eraan. Het was zelfs zo erg net. Echt, ik was niet bezig met deze serie, maar ik was gewoon zelf aan het gamen. En ik zit in een potje. En het gaat over campers. En ik doe een potje free for all. En ik was bezig en ik kwam alleen maar campers tegen. Alleen maar campers. En ik zit eigenlijk meer over andere dingen te lullen dan over de gameplay. Maar dat mag ook wel een keer. Oh. En ik kwam alleen maar campers tegen. En ik denk, what the fuck jongen. En op een gegeven moment ben ik het zat. En dan is de game afgelopen. En dan zeg ik het ook gewoon, weet je wel. Campers of motherfucking campers. En dat is ook gewoon zo. Dat waren ze. En op een gegeven moment hoor ik eens een gozer zeggen tegen me. Hij zegt, what do you think we should do in this game? En ik denk, what the fuck? What the fuck? Wat zouden we anders moeten doen in deze game, jongen? Ik denk, nou, ten eerste niet campen. Maar gewoon dat gezegd werd. De gameplay is afgelopen. Maar dat gezegd werd, verschrikkelijk. Echt. Als je zo denkt over deze game, dat je moet campen om überhaupt iets te kunnen doen. Het is echt, en nou ja, het is de afsluiting van de afsluiting. Helemaal niet boeiend verder. We hebben wel gewonnen. Verloren. Gewonnen. Weet ik eigenlijk niet. Maakt niet uit. Ik zie jullie de volgende keer.